Een bijzondere reis voor Ad en Corrie. Zij zijn inmiddels alweer een dag onderweg naar Zuid-Spanje in hun brommobiel. Dat is een klein autootje dat net 45 kilometer per uur haalt. Het idee ontstond toen Ad weer eens uren door zijn timeline zat te scrollen. Op de Facebook las ik dat er twee mensen waren die ook een brommobiel hebben. En die gingen naar Zuid-Frankrijk. En dus dacht Ad dat zij wel door zouden kunnen tuffen naar de Costa del Sol. Een reis van maar liefst 2000 kilometer. En met maximaal 45 kilometer per uur schiet dat niet op. Bovendien mogen Ad en Corrie alleen over de N-wegen. En dus hebben ze behoorlijk wat tussenstops ingepland. Wij gaan eerst naar Belgisch Luxemburg. Dat is onze eerste stop. Dat is 300 kilometer ongeveer. En dan gaan we in vier plaatsen in Frankrijk stoppen we. Want Frankrijk is de grote doorsteek natuurlijk tot de Pyreneeën. En dan gaan we de Pyreneeën over. En dan zijn we in het plaatsje Oliana. Dat is al Spanje, bij Leida. En vanaf daar verwacht het stel in nog meer dagen aan te komen bij camping Los Romayos, waar ze dan 7 dagen verblijven. Alles zit in ieder geval in het kofferbakje. 2 tuinstoelen, ja, 2 tenten. 1 de luxe tent, want we zijn natuurlijk 6 dagen onderweg. Hebben ook een pop-up tent bij ons. Ja, slaapzak, tuintafel, het minst inklapbare tuintafeltje, kookstel. Wie zelf onderweg is naar Spanje, toevallig over de N-weg, herkent het stel aan de volgende tekst op hun brommobiel. De Los, en dan Paises, P-A-I-S-E-S, en dan Bayos. Dat is eigenlijk gewoon van Nederland naar Spanje op zijn Spaans. A España, superweden. En superweden betekent als het even kan. Ja, wij gaan naar Spanje als het even kan. Volgens de laatste berichten verloopt de reis voorspoedig. Wauw.